bezig worden is. Yes. Voor de kast doen ze. We zijn aan het opruimen zoals jullie zien. Alles ligt op de grond bij ons. Maar toen ben je er vanuit gekocht. Deze tafel gaat vandaag weg met de stoelen die is verkocht. Op Marktplaats. Net spreekt ze op Marktplaats geld binnen. Marktplaats money. Het is hier helemaal leeg. Kom. Dit is ons. Getting rich op Marktplaats. Marktplaats. Dinari. Money for dinari. Onze huis wordt leeg, bitches. Heb je nog gekocht dan? Onderbroeken van de Mariewa en sokken. Ja, ik ben naar de Mariewa geweest. Ik heb een klapboek gehaald, maar het belangrijkste, ik heb zo'n map gehaald voor ons. Ah. Voor al onze huispapieren. En ook een perforator. Ja, ik heb alles gekocht. Ik zweer het je, het was fucking 40 euro. Wow. Kan ik allemaal gebruiken. Jongens, het stelt echt helemaal niks voor. We hebben allemaal kopjes. Kijk. Oh, nee. Ik heb ook van. Ik heb even lopjes in de houden. Kijk, ik heb ook van die insteekhoezen. Hoezen. Ik ga helemaal mooi maken. Ook al bekend als condooms voor papier. Dat is ook. Kijk, ik heb een diep apparaat. Oh ja. Yeah. Ik heb van die stickers. Oeh. Markeer. Yeah. Kijk, nietjes zelfs bijgekomen. Oh, dat is beautiful. Ja, kijk, een perforator voor jou. Oh, beautiful. Ik ga even klaarmaken en dan gaan we even naar het huis, hè? Ja, toch? Dat ik ga er zin in. Het is altijd verrassend wat je tegenkomt in Nessus auto. Yes? Yes! Ik heb vandaag weer hetzelfde pakje aan als gisteren, mijn groene. Deze is trouwens van de Zara. Tegenwoordig zeg ik Zara, want... Oh, jezus, waarom? Ik ben designer. Oh, ja. Want ik wou er een foto in maken. Je praat altijd om me heen. En ik wou er een foto in maken in deze pak. En gisteren was ik niet in de mood. En vandaag wel. Dus we gaan vandaag een foto maken in de auto. In het huis. Met onze sleutels van onze hand. Gisteren was jij emotioneel in deze pak. Zeg maar, emotionele wrak. Een emotionele appel. Weet je wat ik altijd wel vind? Van altijd vrouwen, als we zo'n emotioneel dagje hebben, dan worden we de volgende dag wakker en denken we... What the fuck was er bij mij? Wat was er aan de hand gisteren? Like, who was I? Gewoon, who am I? Ah. Are you gonna speak English? We zijn weer in het huis. We hebben net samen foto's gemaakt. Ze zijn goed gelukt. Die gaan we zo even posten. Besef, we hebben deze deur eerst zeg maar laten bestellen. Maar die gaan we er weer uithalen. Echt zonde. Wat gaan we nu doen? Want het is nu rond 4 uur. We hebben nog een paar uurtjes te gaan. We hebben ook heel veel kaas halen. Kaas, enkel kaas. Gaan we dat nu halen samen? Ja, alleen maar wel, want ik ga daarna trainen en zo. Oké. Nou, dat is de planning. We gaan eventjes dingen halen voor de iftar. We gaan even langs de Turk. Even lekker Turkse kaas halen en zo. Daar hadden we echt onwijs veel zin in. En ja. Welcome to our bedroom. Dus we hebben net gedoucht. We zijn een video aan het maken. We zijn een hele leuke video aan het maken. Ja, dus je moet even richting de spiegel kijken. Richting de spiegel kijken. Ja. Als je een borstel moet hebben. Nee, ik kan iets anders doen. Of je haar moet zo leggen. Ja. Zeg maar. Ja. Wacht even, we moeten even goed verstaan. Ja. Ik kan zeg maar door je haar. Wij zijn inmiddels in Rotterdam West aangekomen. En hier bij de Shahan. Heb je dit ooit gezien trouwens? Ja. Dit. Een te grote vos. Ja. Hier hebben ze dus naast Shahan een chiekuftezaak. En nu denk ik van. Waarom halen we niet gewoon chiekuften vandaag voor iftar? Dus dat is wat we precies gaan doen. Hoe je ook in die slaverij gekke rij. Wauw. Wauw. Gezellige iftar. Ja, echt, ik denk dat het heel gezellig wordt vanavond. We hebben echt zoveel lekkere dingen. Turkisch. Oh, we moeten echt zo'n snacktafel maken met lekkere kaas en dan die chiketek erbij. Oh. En de sausissie, de sausissie. Man, zijn die wat hardere? Oh, ik ga van die verse dadels halen. Ja, dat is toch. Moet je er los van afplukken? Ik ga jullie even een paar dingen laten zien die ik bij de Turk heb gescoord. Waaronder dit. Het heet in het Arabisch halwa. Voor de mensen die dit trouwens niet kennen, dit is dus zoetigheid gemaakt van sesampasta. Het heeft best wel een heftige smaak. Je moet er dus echt van houden. En het is vegan. Ik heb geroosterde kikkererwten. Dit vind ik zo lekker. Normale zonnepitten. En spicy zonnepitten. Deze zijn echt niet normaal. We hebben verse dadels. Ik heb pompoenzaadjes geroosterd.
We hebben van die grote kuften gehaald bij Chikufte voor erbij. We hebben ayran gehaald voor vanavond. Sucuk, Chikufte voor vanavond. Dit is dus in de eerste instantie waarom we naar de Turk gingen. Dit is dus voor deze kaas. Deze is niet normaal lekker. Dat is van die slierkaas. Zo lekker in twee smaken. Wat zit hierin? Hier zitten van die zaadjes in. Dat vind ik zo lekker. En het is dus zonder. Ook heb ik iets heel speciaals gekocht. Namelijk dadelsiroop. En dit is Basra dadelsiroop. En Basra ligt in Irak. Dus het is echt een dadelsiroop uit Irak. I love it. Een hele goede morgen. Ik ben hier met Nessing op pad. Het is dag 2 van Ramadan. Vandaag vroeg opstaan. Want en Nessing baalt daar heel erg van. Want ik had een afspraak ingepland voor ons behang. We gaan ons behang uitkiezen vandaag. Heel spannend. En Nessim heeft er heel veel zin in natuurlijk. Loopt het wel goed? Volgens mij wel. We zijn echt op een plek beland waar we nooit zijn geweest. Dus we moeten even zoeken waar het precies is. Maar ik had online een behang gezien die ik heel erg mooi vond. En als het goed is hebben ze hem hier. Dus we gaan het gewoon even checken, want ik moet hem echt in het echt zien. Kijk, Nessim heeft er echt heel veel zin in, zoals je ziet. Jongens, jullie gaan het niet geloven. Ik ben gewoon geslaagd. En hartstikke goed geslaagd. Ik heb gewoon precies wat ik wou. Ik heb het gezien. Ik heb het besteld. En nu gaan we naar Kruidvat. En Nessim was echt zo meedenkend. Alles. Jongens, even langs het Kruidvat gaan. Om één ding te halen. Hele tas vol natuurlijk nu. Nu hoef ik komende week ook niet meer naar Kruidvat. Ik heb gewoon letterlijk alles gekocht wat ik nodig had. Vond je het gezellig met mij? Altijd. Behang uitzoeken? Ik vind het geweldig. Ja? Ik denk dat, zeg maar, eerder onze vakantie in Bali, ja? Dubai en dan behang uitzoeken, dat is mijn top 3. Maar waarom doen mannen altijd alsof wij het heel erg leuk vinden om dat soort dingen te doen en dat wij, ja, het maar moeten fixen, zeg maar. Je bent er de hele dag mee bezig met die stylisten. Guys, wij hebben lekker vis gehaald voor vandaag. 3 soorten, ik laat het zo even zien. En we gaan nu even naar de supermarkt. Okay, we hebben gehaald haring voor Nessie. Mm. Oké, okay, wat is dit? Oh, dit is garnaalkroket. Garnalenkroketjes van de visboer. Spannend. En next, dit is ons hoofdgerecht. En deze is... Oh, ja. We hebben 2 keer zeerbaars gehaald. Die ga ik zo voorbereiden. Dus ik ben net in de supermarkt geflikkerd. Echt goed, hè? Ja, voor een publiek ook. Dus Nessim gaat me nu naar. Ik heb maar een kartonnen doos. Hier, dat kijkt ook. Ja. En jij kwam om de hoek vanuit de fruitafdeling. En je ging met je rechterbeen, ging je zeg maar zo met je arm omhoog. En ging je zo... Ik stond zo verschut. Maar ik heb je wel gered. Ja, soort van. Nou ja, ik dook echt naar jou en ik had je nog opgetild. Dus ik heb je wel gered. Ja, je hebt me wel echt goed gered, maar ik stond zo voor pal. Ook die vrouw die naar me keek. Ik dacht, ga gewoon weg. En dan Nessim nog van, gaat het? Heb je pijn? Maar ik weet zeg maar nooit wanneer ik het zielig moet en wanneer ik mag lachen. Ik ging al stuk toch van binnen gewoon. Ja, dat is wel toch groot. Het is zo grappig. Als je mensen ziet vallen, dan lukt dat niet. Guys, Nessim gaat me vandaag helpen met de linzensoep maken. Voor de mensen die niet weten hoe ze ui moeten snijden. Hij gaat nu de uitjes snijden. Ik ga nu lekker een mengsel maken voor op de vis. Ik heb hier uitjes en tomaatjes en die ga ik gewoon lekker kruiden met kurkuma en peterselie, van alles en nog wat. En dan doe ik het tussen de vis of op de vis. Nessim is nu een salade aan het maken. Kijk deze kat, jongens. Oh, ja. Oh yes, Ramadan cat. Hi baby. Kijk guys, we hebben hier dus de vis met de mengsel. Dan heb ik nog kruiden toegevoegd. Nog meer peterselie. Echt heel veel kruiden toegevoegd. Even lekker marineren, want we hebben genoeg tijd. En daarna gaat hij zo lekker de oven in. Kijk guys, wanneer je overal zin in hebt. We hebben hier Griekse salade. Daar is met walnoten. Augurken. Linzensoep in de making. Zelfs spruitjes. Hallo. Zie je mijn broodje haring? Ja, dat is ik zeker. Het ziet er heel goed uit. Het ziet er goed uit, hè? Voor mij weer lekker met chili. En onze vis ziet er ook echt heel goed uit.
Lekker hoor, Nes. Bismillah. Bedankt voor je hulp vandaag. Jij bedankt voor alles. Jongens, we zijn aan het eten en we hebben een publiek. Kijk, zo schattig. Als ik naar patat zou gaan, moet ik voor mijn maan patat bestellen. Kiesje op achtergrond.